Echt jongens, vandaag heb ik weer een kanaal tegengekomen dankzij Jerjo. Holy shit. Op dit YouTube kanaal delen we inspirerende live uitzendingen, preken, motivatievideo's, vlogs en Q&A's om je te helpen groeien in je geloof en relatie met God. Ik ben niet iemand die mensen uitlegt voor een godsdienst, dus dat ga ik ook zeker niet doen. En dat is ook niet waar de video over gaat. Maar waar de video wel over gaat is de mooie video's die deze meneer post. Dus laten we er met z'n allen even een paar kijken. Jongen kan weer na jaren pijnvrij lopen en springen zonder zooltjes. Jezus geneest. Dat is toch prachtig? Waar is de pijn? Hij is weg, kom op! Hij is wel hyped. Ik weet niet wat hij heeft gedaan, maar hij heeft wel iets gedaan. Waar heb je last van? Rechterheup. Jouw rechterheup. Wat is het? Wat ervaar je daar? Constante pijn? Of? Ik kan niet goed lopen, niet goed sporten, niet sporten. Ik kan niet sporten? Ook niet fietsen, niks. Dit is zo zielig. Dit is een jongen die op een podium komt en dan door allemaal Indiërs wordt geïnterviewd. Eentje kijkt hem heel boos aan en dan moet die arme jongen vertellen waar die pijn heeft. Luister, zo is het nou een arme jongen. Ik zou alleen maar geil worden als ik al die Indiërs door me heen heb. Is het dan ook lastig met springen en zo? Ja, dus ervaart dan constant de pijn als je gaat springen? Ja. Dan gaat pijn, dus je kan dit ding niet. Boom, de pijn. Oké, maar hoe lopen ze een beetje dan? Ik loop een beetje mank. Jong, arme jongen loopt gewoon mank, joh. Nou, wat is dit? Ja, halleluja. Nou, we gaan even bidden. Pak ze even een stoel. Oh, zit hier ook een zooltje? Drie zolen zitten erin. Dus hier heb je speciale zolen in. Ja. Drie zolen. Even aan het publiek. Kracht van God. Nou, kom maar, sta maar op. Oh, oh mijn God. Nee, dat zou toch niet zo... Zou dat werken? Laat ons aan de klap voor Jezus. Kom maar, rennen. Kom maar. En 1 en 2. De kerel wordt geboren met een halve poot. Zijn been doet het gewoon niet. Die is gewoon compleet kapot. Een of andere Indiër die drukt op zijn been. Zegt kracht van God en hij doet het gewoon. Nou, dit kan niet. Springen, zullen we samen springen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waar is de pijn? Hij is weg, kom op! Ja, ik snap hem wel hoor, want dit is wel echt een hype momentje inderdaad. Dit is zeg maar, dit is eigenlijk hetzelfde gevoel als dat je Cynthia verslaat in Pokémon. Terwijl je op je laatste Pokémon zit en zij nog sneller is met haar Pokémon ook. Gewoon dat je het overleeft met echt iets van 5 HP of zo. En dan one-shot je die met een critical hit, weet je. Dat is het gewoon. Jezus geneest. Iedereen. Altijd. Overal. Meteen. Moet ik wel zeggen, ik weet niet of jij Jezus bent. Want ik heb het gevoel dat jij hem genas. Want jij hebt natuurlijk die talent. Jij bent de praakbrenger van... Weet ik veel wat de kankerfuck dit is, man. What the fuck. Maar gefeliciteerd. Als ik opeens een vorm van kanker krijg, ga ik deze gozer appen. Ik maak echt geen grap. Ik wil dat hij gelijk naar me toe komt en me geneest. Vrouw meteen genezen van meer dan 10 jaar slechthorendheid. Bro is gewoon Mr. Beast. Hij kan gewoon mensen hun gehoor teruggeven. This is the first out of 1,000 deaf people that we're gonna help hearing it. And she hasn't heard her mother's voice in 4 years. Mevrouw, waar kan ik mee helpen? Nou, deze oor is heel slecht. Deze is half slecht. Oké, dus allebei slecht. Ja, en constant hoofdpijn. Ik moet medicijnen nemen zodat ik kan functioneren. Oké. Hoeveel jaar heeft hij dit al slecht horen? Ik probeer een beetje zijn techniek door te krijgen. Gebogen, voor de ander staan, vraagjes stellen, erachter komen wat het is. Zou hij weer de kracht van God zeggen? Meer dan 10 jaar. Meer dan 10 jaar, dus u hoort niet goed, niet duidelijk. Oké. Nee, welke is gewoon echt heel slecht? Deze. Deze is heel slecht, dus oké. Ik ga daarvoor binnen. Die ogen maar dicht, geloof in Jezus? Ja, zeker. Oké, die ogen maar dicht. What the fuck? Die ogen maar dicht. Doe het er gewoon even naar de fucking Jezus. Christus. Onthoud, kids. Eet je broccoli. Los volledig uit. Volledig nieuw in de naam van Jezus Christus. En dan we gelijk even testen. Oké. Die ogen maar dicht. Ging ze nou gewoon knockie of zo? Wat gebeurde er? Want we kutten in één keer na een moment dat ze weer opstaat. Hoor je het? Ja. Ja. Jezus. Heeft. Jezus leeft. Nou, sorry hoor.
Andrew, maar jij hoeft niet zo in mijn oor Jezus leeft te fluisteren. Ik weet niet hoe ik dat vind. Nee, genezen. Jezus heeft mij genezen. Ik weet nog niet of het betaalde acteurs zijn, of dat hij gewoon, omdat hij de andere oor dichtdrukt, dat ze gewoon beter hoort met een slecht horende oor. Maar up to your imagination, misschien is het wel echt Jezus. Jezus geneest iedereen, altijd, overal, meteen. Want hij heeft gewoon ook weer hetzelfde dingetje aan het eind van deze video, gewoon niet eens een nieuw ding. Het houdt niet op, het is niet 1 of 2 video, het blijft doorgaan. Man kan na 5 jaar weer goed en pijnvrij lopen. Man meteen genezen van meer dan 4 jaar pijn in nek. Man meteen genezen van pijn in haar hand. Man kan weer na jaren goed en pijnvrij van meer dan lopen. 20 jaar pijn in heupen. Man meteen genezen van jarenlange ademhalingsproblemen. Man meteen genezen van jarenlange pijn in hele lichaam. Ongeveer 5 centimeter van arm groeit aan. Wacht! Wat? Van Jezus, groei naar mij toe. Kijk, daar gaat hij al. In de naam van Jezus. Kijk, daar gaat hij al. In de naam van Jezus. Kom maar. Kom maar naar mij toe. Chicky be like. Oh nee. Oh, wat? Hoe kan dat nou? Wat? Ze is erachter gekomen wat centreren is. Hoe ze de lichaam moet centreren. Oh nee, wat? Holy shit. In de naam van Jezus. Kom maar naar nog meer. Kom maar. Oké, we gaan deze laten groeien. Hoeveel mensen geloven dat Jezus kan goed laten groeien? Oh. Ik hoef deze video niet eens verder te zien. Dit is wel echt heel knap. Tering. Maar kijk even hoeveel video's het ook zijn. Het houdt niet op. Het is insane. Dit is echt weer een bizar talent. Hoe mogolisch dom mensen kunnen zijn. Grappie heeft ook 8000 nepvolgers op Insta. Dit zijn de enige openbare accounts die hem volgen. Van de 8000. Het zijn er letterlijk 50. Hier. Je kan het letterlijk zien. Het zijn er letterlijk 50. Je moet wel echt een talent hebben voor zo retarded zijn als deze man. Om dit te kunnen posten. Om dit schaamteloos te kunnen posten. Ik vind het echt zielig dat er mensen zijn die dom genoeg zijn om hierin te trappen. Wat is dit nou weer? Je kan doneren? Als partner bouw je als mede-arbeider mee aan de bediening. En deel je ook mee in de vrucht. Oftewel oogst die op de bediening rust. Als jij zaait in het koninkrijk van God, deel je de oogst. En zal God jou overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat je nodig hebt. In heerlijkheid door Christus Jezus. Ja, ik snap gewoon niet hoe godsdienst als zo'n scam kan gebruiken als dit. En hij is niet de enige. Er zijn meerdere mensen die godsdienst als een scam gebruiken. Maar echt, tering man. Dit is wel weer heel zielig. Er zijn gewoon lieve gelovige oudjes die dit helemaal geloven. En die het niet helemaal meer snappen. En daar maakt deze man gewoon misbruik van. Dat is eigenlijk gewoon wat er gebeurt. En het is gewoon zielig. Het is gewoon heel triest. Ik zou wel een interviewtje met je willen doen. Als je geen pussy bent, doe je dat ook daadwerkelijk. Maar ik weet gewoon dat jij een vieze guy bent. Die naar bejaardentehuizen gaat. Daar jou weet ik veel dingen doet. Nep praat. En ondertussen haal je allemaal geld in. Voor jouw zieke organisatie. Ik hoop dat je trots op jezelf bent. Ik hoop ook dat jullie trots op mij zijn voor deze video. En als dat zo is, doe dan zeker even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Laten we hopen dat er ooit nog een deel 2 van Andrew komt. Want ik ben er eigenlijk wel hyped voor. In ieder geval, ik hou van jullie. En tot de volgende video. Later.